30 meter start gevallen. Paarden zijn gestart voor de Lidl Thijsprijs en het is na de start aan de binnenzijde Jerido die de leiding heeft genomen. Mia Placidus op de tweede plaats en aan de buitenzijde volgt Volita Transair. Er is een hevige strijd om de leiding gaande en daartussendoor komt als een jack in the box naar voren Zeb Dalimo. Zeb Dalimo neemt een lengtevoorsprong. Aan de buitenzijde komt Volita Transair naar voren. In derde positie hebben we dan Icy Himia. Dat zijn de aanvoerders op dit ogenblik als de paarden de bocht doorgaan. Aan de voordelige reling opereert Mia Placidus. Paarden zijn in de rechte lijn voor de tribune voor de eerste maal. Straks bij het passeren van de finish nog een ronde te gaan. Het is kiezen van posities nog altijd. En daar wordt door een der deelnemers die op dit ogenblik achter de auto ligt een galoppade gemaakt. Dat was Joe Boko. Deelnemers zijn halverwege de rechte lijn voor de tribune. En daar wordt de leiding overgenomen door Icy Himia. Icy Himia neemt een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats Zeb Dalimo. Derde plaats aan de binnenzijde Mia Placidus. Vierde aan de buitenzijde is Volita Transair. Daarachter volgt dan Zonbe. En die wordt gevolgd door Zandbergen zelf. En aan de staart van het veld is het nu Jerido. En los van het veld, maar nu wel op jacht naar aansluiting, Joe Boko. Paarden gaan de Klingendaalbocht in met nog altijd Icy Himia, Rick Ebbingen de leider. Icy Himia, anderhalve lengte voorsprong. Zeb Dalimo nog altijd op de tweede plaats met in derde positie aan de reling Mia Placidus. Op een volle lengte volgt dan Zonbe en zo gaan we de 1000 meter paal voorbij. Volita Transair die volgt achter de leiders met aan de buitenzijde nu opkomend Zandbergen zelf, Jerido en twee lengte erachter wel weer aansluiting voor Jo Boko. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde van de baan en daar is het nog altijd Icy Himia die leidt. Icy Himia, lengte voor, tweede plaats is nog altijd voor Zeb Dalimo en derde is nog steeds Mia Placidus. Op de vierde plaats volgt aan de binnenzijde dan Zonbe, vijfde aan de buitenzijde Zandbergen zelf en daarachter Volita Transair. Die heeft een paar plaatsen ingeleverd, dan volgt Jerido en laatste is Joe Boko. Laatste bocht in zicht en die wordt nu ook aangesneden door Icy Himia met een volle lengte voorsprong. Zeb Dalimo op de tweede plaats en daarachter volgt Mia Placidus die de aanval krijgt van Zandbergen zelf. Paarden komen de rechte lijn voor de tribune in, tevens ook de laatste rechte lijn in de Lidl Thijsprijs. Achter de leiders volgt dan nog Zonbe. Paarden hebben nog 350 meter af te leggen. En het is Icy Himia die leidt. Icy Himia aan de buitenzijde komt Zeb Dalimo naar buiten. En daarachter volgt ook Zandbergen zelf. Deelnemers zijn in de laatste 200 meter. En nog altijd Icy Himia. Icy Himia lijkt stand te houden. Op de tweede plaats daarachter Zeb Dalimo. Die komt niet echt dichterbij. Zandbergen zelf die wordt gelanceerd door Langeweg Junior. En die kan nog competitief worden voor de tweede plaats. Maar Icy Himia die heeft de zaak veilig onder controle. Rick Ebbingen scoort weer. Rick Ebbingen met Icy Himia voor Zeb Dalimo, daarachter Zandbergen zelf, verder weg Zonbe, Mia Placidus, dan volgt Volita Transair met Jerido en Joe Boko. Rick, kom mooi even uit dat het paardje eventjes in andermans handen is. Alhoewel de vakbekwame handen van jou deden net het voorafgaand al. Even terug naar de uitgangspositie. Opdracht in deze koers was om vanuit startpositie 8 toch op te treden tegen een aantal goede paarden. Ja, maar ik denk het begin gewoon goed en dan zie ik wel hoe het... En ik denk Wim wil vast wel afdrijven, dus dan rijd ik hem door naar de kop. Op een gegeven moment direct van start af was het eerste bochtje al 3-4 dik. Ja, nou ja, ik wou niet ingesloten raken daar. Ik denk geen risico. En ze wil soms wel wat driftig zijn. En als je dan terug moet nemen, dan kom je wel eens in de moeilijkheden. Maar ik denk het wel. Dan kom je de laatste rechte lijn in. Komt Hugo Langeweg aan? Ja, daar had ik wel rekening mee. Maar, zeg maar ik had vandaag het eerste trekklepje. Dus ja, ze won nog makkelijk. Maar dan, ja. Even, je hebt het naar je zin bij Bas K. Bas, denk ik? Ja hoor, ja. Dat is toch een fijne stal, hè? Ja, zeker. Dat moet ik best eens een keer weer zeggen. Oké. Okay. Dames en heren, hier staat hij, Rick Ebbingen. En die gaat nu voorrijden met zijn winnende Icy Himia. En ook dank aan Willem Hes uit Noodorp, die eventjes aan het hoofd van het paard de rust heeft bepaard. En voor u dames en heren, aandacht en applaus. Rick Ebbingen, twee paardjes hier op Duindicht vandaag. Tweemaal winnen. En dat is niet voor iedereen weggelegd. En u ziet het paard vol dadendrang. We maken ruim baan. Erik of Rick Ebbingen.